Kameraden, er mankeert niets aan uw toestel. Dit is de Vrije Republiek Twente. Nou, ik was hier gisteren middag voor het eerst en wat mij opviel was dat gisteren heel veel jongeren waren. En ik heb dat zelf als heel prettig ervaren. Ik had toch wel een bepaald beeld van jongeren, vooral een beetje van de pubers. En het viel mij reuze mee en het was heel leuk om hun meningen te horen en hoe ze toch eigenlijk hetzelfde als ons in het leven staan. Ja. Mooi, want jongeren zijn heel belangrijk. Willem-Jan, volgens mij zie je er hartstikke jong uit. Tenminste, je bent nog hartstikke jong. Vertel eens, hoe heb jij het als jongere ervaren? Ja, heel positief. Vooral inderdaad, we hebben heel veel sessies gedaan met jongeren. Vooral veel ROC-jongeren. En we werden gisteren bijvoorbeeld bij RTV een beetje negatief over gedaan, maar het was hartstikke positief. Ze hebben hartstikke goede constructieve bijdrage geleverd. Ze hebben heel concreet namelijk gepraat over waar ze zelf tegenaan lopen bij het vinden van stage of een baan. En dat hebben ze ook gedaan over maatschappelijk actief zijn en vanochtend ook bij wonen. Dus gesprek, maar dat is gewoon hartstikke goed mogelijk. Mooi om gisteren inderdaad al die jongeren te zien en ook mooi om te horen wat belangrijk is voor jongeren. Het is misschien wel een mooi bruggetje, want Trudy, hè, van het ROC, al die jongeren van jullie opleiding die hier waren. Heb je nog iets teruggehoord van de jongeren, hoe ze het ervaren hebben? Ja, natuurlijk heel divers. Het maakte onderdeel uit van hun introductie. Vooral van het college van mens en maatschappij waren de jongeren hier. En dat zit natuurlijk in de naam van het college. Maar wij moeten jongeren opleiden niet alleen voor een beroep. En ook niet alleen voor doorstroom naar het hbo. Maar ook dat ze kunnen deelnemen aan de samenleving. En dat was dit democratiefestival natuurlijk fantastisch voor geschikt. En ik moet zeggen, want in het begin kwamen ze binnen. Het regende een beetje. Ze bleven hier zo staan. Ik ging naar groepjes toe. Goh, naar welke workshop ga je? Bijna allemaal wisten wat ze wilden gaan doen. En wij dachten, nou, hoe krijgen we ze allemaal in het Jonge Tukkercafé? Want dat was een heel eind lopen. Nou, honderden wisten de weg te vinden. En ze hebben echt een mening. En die doet ertoe. Daar moeten we naar luisteren. Mooi, want gisteren sprak ik ook een aantal jongeren. Inderdaad, ze hebben allemaal een mening. En ze hebben ook heel veel behoefte aan concreetheid. En het lijkt me best wel lastig, de landelijke politiek, Pieter. De verbinding tussen een duidelijk mening hebben, maar ook wel een behoefte aan wat concreetheid. Onze dochter zei vanochtend bij ontbijt, ik vind de politiek zo complex. Hoe kan de politiek daar iets aan doen? Hoe kan de landelijke politiek daar ook iets aan doen? Nou, we zouden kunnen beginnen om het afgelopen half jaar iets opener te zijn over de formatie. Als je iets concreets vraagt. Politiek gaat over heel concrete dingen en politie hebben het over heel abstracte concepten. Maar je voert een basisbeurs in of je voert geen basisbeurs in. Je hebt een verlengde leerplicht of je hebt geen verlengde leerplicht. Je voert bepaalde verkeersregels wel of niet in. Apple aan de telefoon appen is niet zo heel goed voor je verkeersveiligheid. En dat zijn een aantal dossiers die gewoon op tafel liggen in de Kamer, maar ook bij een kabinetsbehandeling. Dus natuurlijk kun je het over de Noord-Koreaanse kernraketten hebben en of ze nou een N-bom hebben of niet. Of kan zeggen dat er in Den Haag ook heel lang gepraat wordt over vrede tussen Israël en Palestijnen. Of wij daar precies over gaan, dat weet ik niet helemaal. Maar het staat wel altijd in ons regeerakkoord. Maar wij doen genoeg concrete dingen. Alleen moeten we dan wel heel duidelijk benoemen wat daar die keuzes zijn. Ja, en de interactie, hè, tussen politiek en samenleving. Karen, volgens mij heb je daar ook mooi onderzoek naar gedaan. Hè, toch, tenminste, met politiek en hoe werkt de politiek? Beetje, ja. Maar hoe heb je nou deze twee dagen ervaren? Welke ideeën heb je nou opgedaan in deze twee dagen? Nou, wat mij vooral opvalt, en Pieter die refereert er al een beetje aan, politiek en democratie is net het echte leven. Ook bij een festival hangt het net als bij de verkiezingen de opkomst af van de weersomstandigheden. dus fijn dat jullie hier allemaal zijn, fijn dat het weer opgeklaard is. Ik denk dat we met z'n allen een heel mooi festival neergezet hebben. Zeker weten. Ik ben wel benieuwd, want weer bepalend. Hè? Het was super mooi om te zien hoeveel mensen er waren. En met mooi weer waren er misschien nog wel veel meer gekomen. Maar heel veel mensen deerden dat weer niet. Opkomstpercentages is afhankelijk van. En ik zag een mooie 80. In relatie tot de observatorrol en 80. Zeg eens, Arjan, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik bedoel, we weten allemaal dat de opkomst 42% was de laatste keer in Enschede. Dat is eigenlijk beschamend. Geeft misschien ook iets aan hoe ver zeg maar, politiek en inwoner misschien wel van elkaar afstaan. En wij zijn in ieder geval, ik ben persoonlijk erg blij met het initiatief dat ook is genomen gewoon door de Tubantia en samen met de Nieuwsroom. Om uiteindelijk deze actie te starten, 80%, om het met elkaar zeg maar, ook te gaan doen. Ik vind het een prachtige aanvulling op dit festival zeg maar, met elkaar. Wat zeg maar, we hebben het over waar kan het concreet worden. Nou, misschien dat het juist in dit soort dingen concreet kan worden. En met name, het werd net al gezegd, de jongeren, ik heb er gisteren enorm van genoten. En een beetje zelfreflectie. Ik heb aan mezelf ook gemeld de afgelopen 2 dagen. In Bornholm liep ik vrij rond. Was ik Arjan, deed ik gewoon mijn ding. En ik heb het fantastisch gehad daar. En hier ben ik toch een beetje Arjan de politicus. En dat moet ik het ook een beetje afleren op een festival als dit. Zeg maar door gewoon rechtuit, rechtaan de dingen even te zeggen. Ook vanuit mezelf de dingen te zeggen. En wat minder het politieke sausje eroverheen te doen. Dat is wel mooi, Sascha, dat gaf jij ook nog. Hè, van hoe heb je dat ervaren op deze dagen, inwoner als burger en politiek? Nou ja, wat ik heb begrepen, als ze die 80% willen halen, is naar mijn mening gewoon, moet er meer in Jip en Janneke taal gesproken worden. Het is voor mij als gewone burger heel lastig om eigenlijk het verhaal te volgen. Kijk, en ja, volgens mij speelt dat bij heel veel mensen. Jip en Janneke taal? Nee, ik zie nee. Ik ben ook wel benieuwd. Jeroen doet veel als het gaat om vernieuwing van de democratie. Hoe kijk jij er nou? Wat is jouw mening? Hoe krijgen we nou meer mensen die gaan stemmen, die actief deelnemen aan de democratie? Nou, dat begint ermee dat politiek moet niet hakken takken en moet niet jij bakken, maar moet constructief nadenken wat die ander eigenlijk echt vindt. En dat wordt niet beloond nu in de politiek. Hè? We worden beloond op... We denken dat we de kijkcijfers halen als we de ander eventjes een loer draaien. En het gaat dus over hoe breng ik het wat meer dialogisch. Hoe kan je echt in gesprek komen met die ander in de politiek? En dan heb je een voorbeeldwerking. Want heel veel jongeren haken af volgens mij omdat dat vechten en dat debat, dat is eigenlijk ja, dat is een beetje een wedstrijdje. En het ontloopt eigenlijk waarover het echt gaat. Want dat is wel mooi, want ik heb een aantal debatten meegemaakt. Hoe heb jij dat ervaren, Willem-Jan? Want het gaat om het werkelijke gesprek. Ja, denk ik wel. Heel veel jongeren gaven ook wel aan, zowel die politieke discussie en alles wat omheen gebeurde, vonden ze eigenlijk helemaal niet interessant. Het ging voornamelijk inderdaad concreetheid. Bijvoorbeeld inderdaad, dat vinden van die stageplaats of die baan. Nou ja, daar die zorgen daaromheen. Dat is heel concreet voor ze en daar willen ze heel graag over praten. En dan kunnen ze ook heel goed over meepraten, want dat is namelijk waar ze dagelijks mee bezig zijn. Dus eigenlijk het vermogen om concreet te maken en daar ook gelegenheid toe te bieden om bijvoorbeeld zoals hier te ontmoeten. Want het is namelijk niet vanzelfsprekend dat je bijvoorbeeld, natuurlijk je hebt met je vrienden wel erover van, hey joh, hier maak ik me zorgen over. Maar om eens een keer met andere mensen buiten je bubbel erover te praten, dat is wel iets heel nieuws. En dat is wel bijvoorbeeld, ook al is het misschien verplicht om aanwezig hier te zijn, dat is eigenlijk misschien juist wel heel goed. Want daardoor dan spreek je mensen die je eigenlijk niet normaal spreekt. En vanuit daaruit ga je vrijwillig wel weer verder met de connecties die je gemaakt hebt. Daar geloof ik wel in, ja. Ja, mooi. Mooi. Ja, zeker. Ik vind het ook mooi dat Stefan vanuit de waterschap hier ook aanwezig is. Want er was natuurlijk, water was wel ook een item deze dagen. De ondergrond. En toch? Ja, water, regen. Hoe heb jij deze dagen ervaren? Nou, het heeft heel hard geregend en eindelijk is het droog. Ik heb veel de paraplu mee gehad, maar dat is niet wat je bedoelt. Nee, een waterschap doet werk wat misschien wel ver van de mensen afstaat. Wat niet als heel direct dicht bij huis wordt ervaren. En toch is onze zorg van hoe zorgen wij ervoor dat we met de mensen in contact komen, in gesprek over de opgave op een manier zoals ze wel dicht bij huis beleefd kunnen worden. Ik ben zelf trekker nationaal van een deltaplan. Dat gaat over wateroverlast en hittestress. Dat wordt aan de Tweede Kamer aangeboden op Prinsjesdag. En daar zetten we in op 7 lijnen. En ik pak er even eentje uit. Die gaat over een risicodialoog voeren. En dat willen we in alle gemeenten in Nederland gaan doen. Als we niks doen aan wateroverlast en ook opwarming, hittestress in de zomer, dan hebben we in 2050 70 miljard schade in Nederland opgelopen. En de vraag is dus, hoe kunnen we die schade verminderen? En dat is door hele concrete actie, ik denk vooral op wijkniveau in steden, in gemeenten. En die risicodialoog is bedoeld om daar waar knelpunten zijn in wijken, om daar gezamenlijk in gesprek over te gaan. En eerst de mensen zelf te laten nadenken van hoe ervaart het knelpunt. Wat wil ik dat de overheid, de gezamenlijke overheden, de gemeenten, de waterschappen, de provincies daarin doen.
In hoeverre leidt dat tot tariefsverhoging? Dat is ook zo'n punt. En dan tot een afweging komen met elkaar. Nou, want het klinkt natuurlijk wel een beetje abstract. En dat is het mooie dat we hier in Enschede Noord zijn, waar grondwater gewoon een probleem was, is. En waar we gezocht hebben samen waterschap en gemeente en inwoners. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Met een hele mooie rol voor de media, voor Tubantia. Dus ik denk, er zijn best wel hele mooie, hè, als we het hebben over concreet maken. Datgene wat echt speelt bij inwoners. We willen geen natte kelders, we willen geen natte voeten. Dus ik denk dat het wel, dat er hele mooie combinaties te maken zijn. En dat daar ook de media wel heel belangrijk in is. Om soms ook een stukje aan te zwengelen en inwoners te helpen om iets op de agenda te krijgen. Ik ben heel benieuwd. Want pakken jullie gewoon een microfoon en als het te gek wordt, dan te veel door elkaar, dan corrigeer ik. Ik ben wel benieuwd naar hoe kijken jullie, wie is hier nou als burger, ik ben burger een beetje een rotte woord, maar wie is hier nu als inwoner aanwezig? Ja. Heel benieuwd. Leuk, hallo. Hoe vind je zo'n debat? En wat ik vooral heel prettig vind, is dat het gewoon echt inhoudelijk is. Geen gehakketak, want ik ben dus echt een van de mensen die daar echt schoon genoeg van heeft. Ja. En zo af en toe denk ik wel eens van, weet je, als het alleen op die manier kan, dan laat maar. Geen. Dan switch ik naar een ander kanaal. Heel goed. Ja. En een ander kanaal is? Whatever. Oké, dus af van het gehakketak. Ik ben wel benieuwd wie als inwoner hier nog meer aanwezig is. Bert. Nou ja. Als inwoner van, als ik me even helemaal de burger maak, dan zeg ik van, nou, dit festival is toch eigenlijk bedoeld dat je juist zoveel mogelijk de burger betrekt bij de politiek. Zo zie ik dat toch. En daar gaat het nou eigenlijk niet steeds over. Ik heb in een paar sessies ook wel meegemaakt dat daar hele goede voorstellen voor worden gedaan. Hoe je die samenwerking veel beter maakt. Ik wil dat ook graag op regionaal niveau doen, zeg ik er toch maar eventjes tussendoor. En daar zouden we naar mijn smaak ook nog wel wat uitspraken over kunnen doen. Van hoe pak je ze nou, zeg maar, hoe, bijvoorbeeld die discussie over dat water, wat net even werd genoemd door Stefan. Hoe ga je nou die burger meer bij betrekken? Want dat moet met wijken. Dus de wijze waarop je dat organiseert met elkaar. En die Twentenaren echt veel sterker maakt, betrokken maakt bij al die onderwerpen die eraan staan te komen. Of die er al zijn. Dat vind ik wel een uitdaging. En ja, dat zou mooi zijn als je uit dit festival en de komende festivals die er nog zijn, daar nog steeds meer en betere resultaten haalt. Dat is wel mooi, want hoe kunnen we dat nog verder? Ik wil eerst die kant nog even op. Want hoe kunnen we dat nou verder versterken? Want Rolf is net in het zonnetje gezet. Maar er zijn twee mensen ook nog naast Rolf, Yvonne en Boudewijn, die ooit dat kleine zaadje meehelpen hebben laten planten en nog veel mensen meer. Maar Boudewijn, na een volgende editie, hoe nog meer politiek, inwoners, media met elkaar verbonden? Nou, we hebben hier het Politiek Café gehad en daar zaten alle partijen waren daar bij elkaar, maar die waren ook heel veel met elkaar aan het praten. En ik denk dat het gewoon anders moet, dat die politieke partijen niet meer zo op een kluitje moeten, maar dat die gewoon al die meetings toe moeten en daar met de burger mee moeten discussiëren. In plaats van zo op een kluitje dat weer zo apart te doen. Dankjewel Boudewijn. Dat is wel, hebben jullie dat als observatoren ook zo ervaren? Pak maar. Ik wil daar wel graag op reageren, want mij is vaak gevraagd vandaag, ben jij deelnemen of ben jij bezoeker of ben je organisatie? En dat klinkt een beetje als ben je burger of ben je van de overheid? Maar ik geloof dat wij hier allemaal deelgenomen hebben. En het maakt helemaal niet uit of je hier deelgenomen hebt omdat je een verhaal wilde vertellen of omdat je een debat wilde voeren of omdat je gewoon kwam omdat je wilde luisteren. Maar door hier te zijn samen hebben we deelgenomen en hebben we verhalen gewisseld. En ik denk dat het daarom gaat bij zo'n festival. En volgens mij gaat het daar ook om bij de politiek. Ik wil graag nog één ander ding zeggen. We gaan vaak in abstracties omdat we met elkaar in debat gaan. Maar dit festival heeft zoveel vormen opgeleverd. Hoe je ook met elkaar in gesprek kan gaan. Door een toneelstuk, door een presentatie, door gewoon hier met elkaar bij de tafels te staan. En ik denk dat dat ook heel waardevol is om mee te nemen. Politiek is ook meer dan een debat. Is ook gewoon met elkaar zijn. Elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek. Ja. Elkaar vinden. Mooi. Dus die houden we erin voor volgend jaar. Die blijven doen. Heel goed. Wat moeten we nog meer zeker blijven doen? Willem-Jan, Sascha?
Jongeren verplichten. Ik vind het ook wel mooi hoor. Ja. Ja, ja, Willem-Jan? Ja, nee, ik zeg wel jongeren verplichten, maar wat ik net zei, van, het neemt een drempel weg om vervolgens zelf uit vrijwilligheid te gaan. En ik denk, het is wel heel leuk dat er bijvoorbeeld ook andere, bijvoorbeeld middelbare scholieren ook volgend jaar komen. En Saxion, WO, zou hartstikke tof zijn. Hele goeie, want we kunnen alle ruimte geven aan onze kinderen, maar een stukje op weg helpen, een stukje schop onder het gat kreeg ik vroeger ook. Dus... Trudy, hoe krijgen we dat voor elkaar? Want nu is het supergeluk met de ROC-studenten, leerlingen. Maar hoe krijgen we dat nou ook bij de andere scholen voor elkaar? Nou, je moet ergens beginnen. En volgens mij hebben we een hele mooie start gemaakt nu. En dat verder vertellen en dat ook te evalueren. En van hoe kan het volgend jaar nog weer beter en mooier. Dat helpt natuurlijk enorm. En ik denk dat iedere jongere wil betrokken worden. Iedere jongere wil ook wel gehoord worden. Maar soms gaan discussies zo hoog over hun hoofd. Je moet het met hen hebben gewoon over het kunstgrasveld. Met de korrels erin. Of je moet het hebben van, goh, hoe is het met het uitgaan hier in de stad. En dat soort onderwerpen, dat puzzelt hun. Het openbaar vervoer. En echt ook wel een ding wat mij opviel. Heel veel jongeren puzzelt ook de financiële startsituatie. Zij worden geconfronteerd met schulden, met leningen. Met hoe ga ik mijn eerste huis? Ga ik dan huren of ga ik kopen? Of wil ik veel meer in een deeleconomie leven? Dat soort discussies kwamen echt naar voren. En dat vind ik super interessant. En daar moeten wij naar luisteren. Als we eerst nou eens een paar vragen stellen, voordat we mening verkondigen, dan word ik al helemaal blij. Dankjewel. Ja. Ja, Sascha. Want zoals ik al zei, heb ik gisteren een debat bijgewoond met heel veel jongeren. Eigenlijk alleen maar jongeren. En ik heb vanmiddag een debat bijgewoond, volgens mij met heel veel mensen uit de politiek. En een paar jongeren. En het is niet zo alleen dat wij die jongeren een schap onder de kop moeten verkopen. Maar als je goed hebt geluisterd, hebben ze dat vanmiddag met ons ook gedaan. En ook wij kunnen wat van de jeugd leren. En dat vind ik ook zeer zeker heel belangrijk. Hartstikke mooi, dankjewel. Ik ben natuurlijk wel benieuwd, plaatselijke politici die ook aanwezig zijn, want het is ook natuurlijk constructief, kritisch. Ben wel benieuwd, hoe ervaren jullie dit? Wat denk je van, naar volgend jaar? Ja, ik heb nu ontzettend veel zin in volgend jaar. En dat is vlammetjes aangestoken door Rolf. Ik ben ook mee geweest naar Bornholm. De sfeer was daar ontzettend ontspannen en die sfeer heb ik hier ook meegekregen deze dagen. Het weer hielp niet mee, maar de inhoud was goed, de gesprekken waren goed, het was gezellig. Het ging ook niet altijd goed, zoals Sascha er straks aankaartte. Zo'n sessie over hoe goed gaat het met de linkse politiek, daar zaten veel politici, er werd veel met elkaar gesproken. Maar heel veel andere initiatieven, daar gaat het over duurzame energie, daar gaat het over wateroverlast, waar ik heb gewoon geluisterd, ik heb informatie opgehaald, ik heb nieuwe mensen leren kennen. Dat was voor mij heel erg waardevol en ik hoop dat het voor die mensen ook leuk was om hun verhaal kwijt te kunnen, mee te kunnen denken. En in die dynamiek, dat is toch het samenleven, dat is samen het gesprek voeren. En ik word daar heel gelukkig van. Volgend jaar hoop ik dat het in ieder geval twee keer zo groot is. Misschien nog wel groter. Ik denk zeker, want hier is zo'n mooi zaadje geplant. En volgens mij kan het alleen maar nog groter worden en kan het alleen maar nog mooier weer worden. Toch, Boudewijn? En ik denk de onderwerpen en de debatten, de gesprekken, de ontmoetingen, die waren zo goed. Zijn er nog andere dingen, ideeën waarvan jullie denken, nou heb ik dit gehoord, hier ga ik iets mee doen. Ja? Heel concreet, zeg maar. Ik denk wij binnen de Raad moeten opnieuw het initiatief nemen om het volgend jaar ook mogelijk te maken. Dus dat is het eerste wat we sowieso moeten doen. Ik bedoel, daar voel ik mij toe verplicht met alles wat we gehoord hebben. Ik heb wel heel veel praktische dingen. Ik denk dat we toch nog een beetje vastzitten. Ook als je kijkt naar het programma in agenda denken met elkaar. Maar we hebben een verplichte pauze en dat soort dingen. Dat past niet bij een festival. Dat mag allemaal een beetje door elkaar. En een beetje ongecontroleerder af en toe. En een kwartiertje bijwonen en weg. En even meepraten, niet meepraten. Dus dat soort dingen mogen ook allemaal wel wat. En wat ik wel heel erg ons toe zou wensen. Wat ik in Bornholm heel erg zag. Is dat eigenlijk alle belangenorganisaties die er in het land maar waren, eigenlijk wel vonden dat ze daar verplicht aanwezig moeten zijn. En of het nou de Bond van Truckers was, of het nou het Rode Kruis was, en het maakt allemaal niet zoveel uit, maar die waren allemaal om gewoon het debat te voeren, het gesprek te voeren, wat zij belangrijk vonden. En dat zou ik ons voor volgend jaar ook ergens toe willen wensen. Mooi, mooi.
Want ik denk ook ontzettend veel commitment en ontzettend mooi dat het nu in Enschede georganiseerd is. Maar het is natuurlijk, Dran is van ons allemaal. Van alle 14 gemeenten, van Twente. Gisteren heb ik heel veel mensen uit de Achterhoek gesproken, elders uit Nederland. Hier de burgemeester van Bonne, hè, Rob. Hoe zorgen we dat het ook echt nog weer verder verspreid wordt en dat het ook met alle 14 gemeenten nog meer mensen erbij komen? En waar zouden we het volgend jaar misschien wel kunnen doen? Nou ja, dat laten we om te beginnen er niet vanuit gaan dat dit een Enschedees feestje was en is. Volgens mij heb ik veel mensen uit de regio gezien. Dus dit wordt ook gedragen en ook gevoeld als een regio. Volgens mij zijn er ook gemeentes die ook in daad en in woord en in geld hebben bijgedragen. Die voelen ook dat dit iets gezamenlijks is. En zo voelt het bij mij ook. En het maakt mij dan ook niet uit waar het georganiseerd wordt, maar wel dat het ook regionaal gevoeld en ook gedragen blijft worden. Ik geloof ook echt dat hier ook nieuwe ideeën op geld komen doen om ons te helpen om die verbinding te maken. En daar moeten we naar luisteren. Niet alleen uitzenden, maar vooral inderdaad ook ontvangen. En ik denk dat ons allemaal kan helpen. En het is geweldig als je er trots op kan zijn dat hier iets is gebeurd wat in den landen nog niet is gebeurd. Daar kunnen we ook samen trots op zijn. Dat ben ik ook. Inderdaad. Ik denk dat inderdaad dit zo ontzettend uniek is. De trouw heeft er niet voor niks. En ook landelijk is er zoveel aandacht besteed aan dit Dran Festival. Wie heeft nou in het publiek nog zoiets van, maar dit wil ik nog kwijt? Ja. Ja, goedemiddag. Ik ben een passant. En ik heb de afgelopen dagen veel nagedacht over het begrip ambtenaar. En ik hoorde, is een afstand van de burger tot de politiek. En de mensen stemmen. En daaruit komt de overheid voort. En daaruit komen heel veel ambtenaren voort. Wat ik in Amerika heel prettig vind, is dat je een ambtenaar gewoon meteen herkent als een officier van het publiek. Daar wordt die publieksofficer genoemd. Dat maakt je ook bewust als burger van de functie van de ambtenaar. Maar maakt de ambtenaar omgekeerd ook bewust van zijn positie naar de bevolking toe. En ik zou ervoor willen pleiten dat we een begrip zoeken wat voor de burger, de kiezer en voor de uitvoerende macht, kracht of hoe je het noemen wilt, duidelijk maakt wat de posities zijn. Want dat frustreert mij heel erg dat ambtenaren, ja, zijn ambtenaren. Waarom heeft u dat nodig? Dat duidelijke, herkenbare van de ambtenaar? De afstand is heel groot. De afstand is heel groot en ik kom hier vandaan. En ik zal u het leed besparen wat de overheid mijn naberschap en mijn familie heeft aangedaan. Maar in ieder geval, zou u het fijn vinden? En het ging om projectontwikkeling. De lokale inheemse werden van hun land gejaagd. De stadsen die er al woonden mochten blijven zitten. En het wordt nu de nieuwe Goudkust. De mensen kregen lik op stuk bij de ambtenaren. Lik op stuk. En dat doet mij elke keer als ik door dat gebied fiets heel veel verdriet. Omdat mijn familie daar voor dat gebied heel lang verantwoordelijk is geweest. Dat gebied gesticht heeft. Karin. Misschien is het goed, Karin. Je ken elkaar goed, hè? Ja, ik begrijp het heel goed. En ik denk dat iedereen begrijpt wat het doet, hè? Een plek, een binding met grond en daar komen nieuwe ontwikkelingen. Ik denk ook, maar de herkenbaarheid van de ambtenaar zit ik nog wel naar te zoeken. Is dat nodig, de herkenbaarheid van de ambtenaar? Wie is hier ambtenaar? Als je dit hoort, Henk, wat doet dat met jou? Nou, er zit natuurlijk altijd een basis van herkenning in dat ambtenaren onzichtbaar zijn en in hun kantoor zitten. Aan de andere kant zijn er ook waanzinnig veel goede betrokken ambtenaren die het werk doen wat er moet gebeuren. En laten we niet vergeten, er is altijd een soort mantra dat het bestuur bestuurt en ambtenaren doen wat bestuur vraagt. En dat is zo. En de ambtenaar bestaat niet. Er zijn zoveel mensen, zoveel functies en ook zoveel smaken daarin. En er zijn mensen die doen het heel goed. En er zijn mensen waar we toch het goede gesprek mee moeten voeren, omdat dat er een uitglijer wordt gemaakt. Dat is zo. Wat is nu belangrijk voor de toekomst van de ambtenaar, heel kort? Zorg dat je buiten bent en niet in het kantoor bent. Heel goed, ja. En dat hij dienstbaar is aan het publiek en aan de mensen.
En dat de ambtenaar dienstbaar is en aan het publieke. Ja, aan de inwoners, aan de mensen. Oké, ik ben wel benieuwd. Observatoren, want volgens mij zag ik wat van popelende blikken van eigenlijk zou ik wel iets willen zeggen. Ben ik benieuwd. Karen? Ja, ik wou nog even terug naar wat er hier gebeurd is. En ik heb een vraag aan de organisatie, als dat mag. Ja, tuurlijk. Is er eigenlijk voorzien in een publieksprijs of een publieks... Een winnaar, wie de beste presentatie gegeven heeft. Een soort gouden duit, zeg maar. Nee. Maar Rob schudt nee. En kun Want ik wil wel graag een stem uitbrengen. Oké. Okay. Ik... Wat? Maar en ik, eigenlijk zou je ergens willen zeggen, want dit waren de mooie onderdelen. Ja? Ik wil graag een stem uitbrengen en ik zie ze hier nu niet... En ik weet ook niet of ik de naam van degene goed onthouden heb. Maar ik heb een toneelstuk bijgewoond van cliënten van Humanitas. Die zelf via dat toneelstuk ons hun verhaal verteld hebben. En ik heb me mee met herinneren dat Rob van Vliet... Oh. Ja, leuk. Heel goed. Ja, ik wil daar inderdaad wel wat over zeggen. Ik heb vandaag ook het toneelstuk nog een klein beetje toegelicht. Ik denk dat het inmiddels ruim een jaar geleden is dat Rob zich heeft gemeld bij Humanitas Onderdak. Ik was daar toen aan het werk. En hij zei, ik wil zo graag iets doen met mijn verhalen. Ik wil graag naar buiten brengen wat ik heb meegemaakt. En toen zei hij, ja, hoe kan ik dat doen? Ik wil wel schrijven. En ik heb hem gewoon een notitieblok gegeven en gezegd, nou begin. Begin eens op te schrijven wat je hebt meegemaakt. Nou, is natuurlijk ontzettend. Ja, ik ben eigenlijk ontzettend trots ook op die man. Want hij is aan het schrijven gegaan en heeft daar andere mensen bij betrokken. Jongeren die op de top wonen, dat is de woonvoorziening voor jongeren van Humanitas. En uiteindelijk is dat gewoon een ontzettend mooi toneelstuk geworden. En dat hebben ze vandaag hier ook opgevoerd. En ja, het is gewoon heel mooi om te zien hoe iemand vanuit een wens om een verhaal te kunnen vertellen, ook weer andere mensen weet te verbinden. En ik denk dat dat misschien ook wel iets is waar wij zelf ook inspiratie uit kunnen opdoen. Want ja, hoe mooi is dat eigenlijk? Dat dat vanuit één zo'n wens gewoon zo groot wordt. En het is een hele hechte groep geworden. Ik weet niet of er mensen zijn die het ook hebben gezien. Het is, ja, mochten ze nog een keertje weer... Zouden jullie volgend jaar dan terug willen komen? Oh, dat willen ze zeker. Ja, ja, want ja, ik denk absoluut. Dat nu heel veel mensen met spijt in het hart van... Oh, dat hebben we gemist. Ja. Volgend jaar, hè, komen jullie terug. Oh, dat weet ik zeker. Ze werken ook aan een comedyversie van het toneelstuk. Dus, super, super. Hartstikke goed. Heel goed. Dankjewel, Karen. Dankjewel. Dankjewel, Karen. En ik heb ook een van de heren en dames hier zou ook nog een prijs willen uitbrengen. Ik hoorde, Jeroen, dat jij dat nog zou willen doen. En dan gaan we richting afsluiting. Jeroen, waar zou jij de prijs dan zo voor willen geven? Ja, dat was dan weer een ideetje van Jeroen van Urk. Ik heb een lezing gegeven over mijn boek, Power Switch. En dat is een Engels woord en dat is helemaal niet lokaal. Dus we hebben een prijsvraag gedaan naar de beste vertaling, de Twentse vertaling van Power Switch. Nee, het is niet Ron. Het is ook niet Lodgon. Het is Noberkracht. Noberkracht. Oeps. Noberkracht. Degene die dat heeft gewonnen... Ja, dat weet ik niet. Wie had de prijs? Ja, komt u even naar voren. Komt u naar voren, want u hebt blijkbaar de prijs gewonnen voor het mooi, de mooiste vertaling. Ja, ja, ja. Want onze burgemeester uit Enschede is aangesloten in het debat. En ik ben heel benieuwd, want ik heb jou gisteren hier rond zien lopen... En vandaag, en hoe heb je dit nou ervaren als burgemeester? Ja, het is voor ons heel Twente, maar laten we twee conclusies trekken. Als je maar lang genoeg met veel genoeg mensen bij elkaar komt, wordt het vanzelf mooi weer. Dat vind ik een heel belangrijke conclusie. En ik hoop niet dat ik hiermee op tenen trap, maar je zou ook kunnen denken... God is niet alle dagen een democraat, maar uiteindelijk wel. Dus dat is ook een prettige constatering. En wat mij heel veel energie heeft gegeven, toch ook, ik ben misschien meer een tukker dan je misschien zo 1, 2, 3 zou horen. Het is toch altijd ook even KWW, ook bij mij.
Ik was ook wel verbaasd over hoeveel mensen er gisteren waren met dat pokkenweer. En hoe enthousiast iedereen daarover sprak. En dan denk ik, moet ik dat zelf ook maar eens ervaren. En heb ik dat ervaren in alle oprechtheid? Ja. Ik vond het ontzettend leuk om toch heel veel mensen, ook die ik nog niet kende, te spreken over onderwerpen waar je niet zo snel gemakkelijk met elkaar over zit. En wat ik heel bijzonder vond, er was echte aandacht voor elkaar. En daar word je gewoon heel vrolijk van. Tenminste, ik word daar heel vrolijk van. Ik denk een hele hoop mensen. Dran is voor mij dus wel een plek geworden waar je met meer energie vandaan komt dan je erheen gaat. En ik heb van jou conclusie 2 begrepen. Volgend jaar doen we het gewoon weer. En dat is heel goed. Mooi. Hartstikke fijn. Ja, ik denk dat we hier met z'n allen een hele mooie oproep doen die jij voor ons allemaal hebt verwoord. Want dit is zo mooi en zo bijzonder voor heel Nederland dat wij dat hier in Twente kunnen. Toch? Hier in Twente doen we het. Dran. Tot volgend jaar en ontzettend bedankt observatoren voor het debat. Wij zien jullie volgend jaar weer, waar dan ook in Twente. Dran.